Oh. Is dat een... Ah. Hey, Bonnie, moet je kijken. Ik ben echt in shock. Oh, ik vind het een beetje eng. Oh. Dat gaat er wel in. Maar ik ga het jullie uiteraard sowieso laten weten of ik nou slaag of zak. We gaan het zien morgen. Goedemorgen, Bonnie app mij nu. Ik ben om 11:55 daar en dat is over 37 minuten. Ik heb de huiskamer al opgeruimd, de keuken nog even schoonmaken en dan is het hier redelijk, ja, dan mag Bonnie binnenkomen. Deze vieze tandenstoker nog opruimen. Oh ja, en de wc schoonmaken. Extra belangrijk als er iemand op bezoek komt die wil zitten op de wc. Ik had vanmorgen heel vroeg mijn laatste echte rijles. En morgen is dan mijn examen. Mijn praktijkexamen. Daarvoor heb ik ook nog 3 kwartier les. Maar dat is vooral een beetje inkomen en een beetje opwarmen. Ja, we hebben vandaag best wel weer wat snelwegen gedaan, maar het was heel druk. Ja, dat is irritant als je zo vroeg lest. Dan staan er heel veel files. Maar mijn rijexamen is morgen op een heel gunstige tijd. Namelijk volgens mij rond 11:30. En dan is het hopelijk heel rustig. Iedereen, blijf binnen alsjeblieft. Hoewel het is ook wel weer goed als ik heel netjes zo stop voor een zijstraatje, dat er dan ook echt iemand uit die zijstraat komt, dat ik kan laten zien. Kijk, ik stop en ik heb het gezien. Ja, op dit moment denk ik nog steeds, het kan 2 kanten op. Als ik geluk heb op de snelweg, het gaat soepel en ik vergis me niet en ik begrijp hoe de weg loopt en de afritten en ik kom niet al te hard op de afrit afgereest, dan kan het zomaar ineens lukken. Denk ik. Maar het kan er ook net zo goed misgaan. En het zou heel jammer zijn. Ik wil er heel graag vanaf zijn. Maar goed, ik denk dat ik op dit moment niet zoveel meer kan doen. Ik heb mijn best gedaan. Inmiddels bijna 45 uur les verder, dus... Oh, ja, ja. Bonnie en ik hebben niet echt een plan voor vandaag. Maar ik denk dat we gewoon straks, als zij komt, lekker even ergens gaan lunchen. En ze had gevraagd of ik de gnocchi overschotel wilde maken, die ik de laatste keer in de vlog heb gemaakt ook. Die erg lekker was, maar wel met tonijn. Maar Bonnie eet geen tonijn. Dus ik heb vega tonijn gehaald. Ik zal hem zo even laten zien. Ik heb op Instagram gevraagd, is dit een beetje te eten? En de algemene consensus was toch wel kattenvoer. Het tonijn uit blik is toch sowieso altijd een beetje kattenvoerachtig? Misschien als je het in die overschotel doet met van alles erbij, dat het wel even... Maar goed, nu eerst koffie. Kijk, dit is die plantaardige tonijn van Princess. Princess. Water met getextureerd tarwe-eiwit. En natuurlijk aroma. Maar ook guar pitmeel en xanthaangom. Zit dat niet in drop en kauwgom en zo? Xanthaangom zit in persoonlijke verzorgingsproducten. Zoals zonnebrandcreme, shampoo, gezichtscreme en tandpasta. Ik denk eigenlijk dat je het ook zou kunnen weglaten dat het dan nog steeds heel lekker is. Ik heb 1 liter koffie gezet. Ik hoop dat Bonnie trek heeft in koffie. Oh, terwijl ik dit zeg, denk ik... Ik heb geen havermelk gekocht. Oei, ja, dan keert ze meteen weer om natuurlijk. Het is 11:42. 11:42, ja, nee, ja, dat is een beetje onhandig dan. Ja, ik vrees dat ze het even zwart moet drinken dan. Ik neem alvast een bakkie. Ik neem zelf wel de piemelmok. Kan ik Bonnie niet aandoen. Hoewel. Wat moet ik trouwens met die kerstmokken? Deze en nog 2. Ja, dit is niet echt. Want dit is een rood borstje met een sjaaltje. Dus dit kan nog wel voor de winter door. Maar dit is wel echt 2 varkens die een kerstboom optuigen. Dat is wel echt een... Oh nee, varken en een muis, pardon. Moet die dan... Had ik die eigenlijk in mijn kerstdoos moeten doen? Ja. Laat weten in de comments wat jij zou doen met je... Kerstmokken. Het zijn wel leuke mokken. En er past lekker veel in. Maar ja. Vandaag de piemelmok. Pikkemok. Lullemok. Oh ja, ik ga nog even iets anders aandoen. Want volgens mij heb ik dit al een keer aangehad in de vlog van Bonnie. Hij was wel in oktober, maar toch. Ik heb genoeg andere leuke kleren. Deze wordt het. Leuk.
Hey. Ik heb je heel lang niet gezien voor mijn gevoel, maar... Is dat zo? Nee, ik denk het niet. Je verjaardag? Ja, maar het is toch anders dan één op één? Dat is waar. Kunnen we de hele dag kletsen. Ja, je bent al een tijdje niet hier geweest, denk ik. Ja, ik denk misschien vorig jaar. Zo, een jaar geleden. Niet. Jaar geleden. Welkom, het ziet er lekker lenteachtig uit. Dank je. Mooi. Ik lees slecht nieuws. Ja. En vergeet havermelk te kopen. Oh. Ik dacht dat je ging zeggen, ik moet vanmiddag ergens heen. Nee, dat hebben we één keer gehad. Hoe moest ik het ook weer doen? Ja, toen had je met... Ik had een date. Ja. Oeps, ja. Ik zie wel hoe belangrijk ik ben. De hele middag van je vrij gehouden. De hele avond. Ja, ik mag zelfs komen eten. Ja, nee, maar niet dat dat nooit gebeurt. Oh, dat gebeurt bijna nooit. Dat is voor het eerst, denk ik. Echt? In al die jaren? Ja, meestal kan ik het niet zo goed aan als er dan iemand is en ik moet gaan koken. Ik zie dat in jouw vlogs wel vaak gebeuren. Ja, dat Jesse komt eten of zo, of ja, Mika. Voor Jesse kook ik wel vaak. Ja, voor Mika. Oh ja, dat is waar. Eigenlijk alleen voor jou niet. Ik ben ook nog havermelk vergeten. Dus. Nou, dat maakt me niet uit. Ben je zwart dan? Ja, zeker. Ja. Ik heb ook iets voor je meegenomen. Oh. Het is niet van de Henk Muller. Was wel leuk geweest. Als je het niet wil hebben, moet je het eerlijk zeggen. Want dan geef ik het aan iemand anders. Maar ik moest eraan denken omdat jij steeds zo vrolijk werd van jou... Kerstkrans aan de deur. Oh. Oh. Is dat een... Ah. Ja, geweldig. Ja, ik wist niet of je het echt aandurft om dit... Oh, sorry, ik heb het kaartje niet afgehaald. Om dit aan je... En dat voor maar. Oh. Echt heel cute. Of ik het aandurf om het aan mijn voordeur te hangen. Om dit aan je deur te hangen. Wel. De buren zijn wel wat gewend. Ja, dat dacht ik al een beetje. Maar Nick zei echt, want ik had zo'n ding, een paaskrans, ja, voor ons gekocht. Ja. En toen zei ik, oh, ik ga er ook een voor Bram halen. En Nick zei echt, nou, nah, er zit Bram toch niet op de wacht. Zeg ik, jawel, want Bram houdt van schattige dingen. Ja, heel schattig. Maar ik hou heel erg van schattige dingen, maar... Maar een paaskrans, dat is wel burgerlijk next level. Ja. Maar het is ook een beetje... Als je niet gaat ophangen, dan zeker kan ik hem gewoon aan iemand anders zeker geven. Oh, leuk. Ja, ik vind het echt heel leuk. Echt heel cute. En de kleuren zijn echt heel mooi. Maar ik hield altijd al van schattige dingen als kind. Ik had het een beetje weggedrukt. Ja? Dat ik stoer moest zijn. Wanneer? Ja, gewoon als tiener en als... Want de afgelopen jongen. Jaren hou je toch wel van schattige dingen? Ja, ik heb het echt weer... Ik laat het weer toe. Ja, leuk. Schattigheid. Je hebt ook allemaal knuffels. Precies. Ja. Op een gegeven moment had ik zo'n soort handtas, die soort... Teddy stof was. Oh ja. Oh, toen begon dat was het echt een beetje. Soort, dat was echt een soort coming out van... I love schattig. Dat is echt fantastisch. En nu heb je een paaskrans. Ja. Wat een schat. Maar ik heb een fotootje voor wanneer mag je die... Eigenlijk moet je het nu doen, want over 2 weken is het al paas. Ja, dan moet die natuurlijk gelijk weer weg. Cute. Alleen hoe hang je die op? Want de kerstkrans zit dan zo aan een... Ja, ik had hem zo... Oh, heb jij echt zo'n haak die over de deur gaat? Oh, die heb ik wel. Nee, oh. Ja, er zit wel een kerstster op. Want bij ons kan die haak over de deur, dat kan niet. Oh. Dan kan de deur niet dicht. Dus ik doe het altijd met zo'n touwtje. Oh, dat kan. Naar de andere kant van de voordeur. Geweldig. We hebben even lekker koffie gedronken. En nu lopen we naar het dorp. Gaan lunchen bij Maddens. Zijn we wel eens geweest, toch? Ja, denk wel een paar keer. Een paar keer, door de jaren heen. Ja, het is wel echt mijn vaste stek. Ik ook een keer met je naar dat, ja, dat in het bos proeflokaal De Serre heet dat. Ik loop er wel eens langs. Ik heb één keer op het terras gezeten, dat was heel leuk. Alleen zo gewoon wel een half uur het bos inlopen. Als de zon er was, ja. We hadden het gelijk gedaan. Ja, dan is het leuk, dan kun je ook buiten zitten. We kunnen ook een keer ergens heen met jouw auto. Overmorgen kunnen we ergens heen met mijn auto. Zo. Oh ja, zij mogen natuurlijk wel weten, want dan is het al gebeurd. Ja, dat is als jullie dit zien, heeft hij al zijn rijbewijs. Zeg het nou niet. Je jinxt het. Ja, ik heb er zoveel vertrouwen in. Ja. Dat is niet normaal. Ja, ik soort 60% ook wel. Nou, dat is dus goed. Ja, best toch? Goed. Ja. Ja, een jaar geleden dacht ik nog dat ik het nooit zou gaan leren. Echt zin in alle autovlogs. Ja. Ik denk ook dat je extra veel mannen gaat versieren als je gaat rijden. Oh, ja. Het ziet er wel goed uit. Toch? Ja, ik vind het ook wel... Ja, het heeft toch iets mannelijks inderdaad. Ja. Heel op een gekke, domme manier hoor. Maar... Je moet wel ook zo'n peuk en dan zo uit het raampje. Peuk. Ja, is goed. Ik ga wel roken omdat ik mijn rijbewijs heb.
Oh, het zijn twee boterhammen. Lekker. Helemaal verstopt. Ja, jemig. Ik vind het wel veel groente. Maar wel mooi. Heel lekker. Ja? Wil je nog peper of zo? Ja. Nee, ik vind het echt top zo. Had je lekker... Nee, mijn broek staat open, maar ik zie het. Had je lekker gegeten? Ja, daarom staat mijn broek open. Ja, heerlijk. Dat was echt lekker, hè? Heerlijk. Op een gegeven moment zei jij ook echt... Zo, ik zit te genieten. Of wat zei je? Te smikkelen. Te genieten. Smullen. Wat zei je? Volgens mij genieten. Oh ja. Ik ook. Die kip was zo lekker. Ja, die... Al mijn ingrediënten ook. Ja. En toen zei ik nog, oh, dit is echt een voorproefje van hoe het in Griekenland moet zijn. Dat we weer de hele tijd zitten van, zo, wat zitten wij te genieten. Ja, ik hoop het, ja. Wat een leven. Ik denk het wel. Nou, moet wel. Ja. Ik heb het nu al toegevoegd aan de weer-app. En het is nu al, en het is nu maart, hè. Kijk, het is nu gewoon al lekker zo 18 graden en zonnig. Maar morgen wordt het hier ook 17 graden. En bewolkt. Ja. Oh, oké. Shocking wel. 17 graden. Moeten we dan doen? Zonder jas naar buiten. Of met je jassen over je schouders. Dat is de Real Housewives. Ja, maar het is nog steeds heel warm. Ik snap het net niet. Maar hoe warm wordt het dan, denk je, als wij er zijn? Ik dacht een beetje zo 22 of oh, zo. Oh, dat is prima. Niet boven de 22. Nee, maar we willen wel kunnen zwemmen, toch? Oh ja. Kunnen we weer poolparty doen. Ga ik weer zo'n bed kopen? Ja. Bij hetzelfde winkeltje. Ja, leuk. Als dat er nog is, nou, waarschijnlijk wel. Denk het ook. Ja, en nu gaan we Real Housewives of Amsterdam kijken. Ik dacht dat we er bijna doorheen waren. Maar het was pas... We zijn nu bij aflevering 7. Ja, en er zijn er 13. Ik denk dat we het in Griekenland pas afkijken. Ja, dat denk ik ook. Zo vaak zien we elkaar niet. Het is zo vermoeiend, ik kan er maar één tegelijk. Maar hebben we er dan vorige keer 6 in één keer gekeken? Nee, toch? Wel veel, want we hebben echt een marathon gedaan. Of misschien hadden we een keer 2 gekeken en toen 4 of zo. Ja. Maar hebben we er toch nooit meer dan 4 gekeken? Nee. Vorige keer was het wel net iets te veel. Ja. Maar jij hebt je jasje nog steeds aan als een Real Housewife. Nee. Oh, dat dacht ik. maar daarvoor moet je even Bonnie's vlog kijken. Ja, daarin hebben we letterlijk de Real Housewife move gedaan. Ik heb het geprobeerd, maar het was niet helemaal wat we ervan hadden verwacht. Nee, maar dat moet met een Colbertje. Ja, we gaan het helemaal proberen. Leuk. En wat ik net zag... In mijn YouTube-app. Dat ik bijna 23.000 abonnees heb. Wat goed. Ja. En ik heb heel lang gedacht... Maakt echt niet zoveel uit hoeveel abonnees ik heb... Als de mensen maar kijken. Maar toch, als ik aan mezelf denk... Hoe ik vlogs kijk... Ga ik toch altijd eerst bij mijn abonnementen kijken. Dus toch is het wel prettig. Wel slim als je even abonneert, bedoel ik eigenlijk. En het is voor jou ook leuk als je bijvoorbeeld ooit kan zeggen 25.000. Ja, dus abonneer eventjes. Dan halen we misschien vandaag wel de 23. Ik vind het irritant als YouTubers we zeggen... Terwijl ze het over zichzelf hebben. Dan haal ik misschien wel de 23.000. Oké, dan kom op met die housewives. Champagne in de ene hand, en in de ander. Mandy heeft het ook. Ik sta bekend om mijn pittige mening. I love spicy. Hey Bonnie, moet je kijken? Ik ben echt in shock. En het is jouw handschrift. Ja, ik heb het geschreven, alleen het is toch niet helemaal mijn handschrift. Maar dat vind ik eigenlijk wel... Maar had je die R niet iets dichter kunnen maken? Want ja, ik heb erbij gezegd... Was dit op je netst? Ja. Ik heb gezegd, mijn handschrift is niet te lezen, ik zou het niet doen. Ik ben echt in shock. Maar hij wilde het. Wat cool. Ja. Nou, wel heel cool. Heel cool, inderdaad. Kijk, iemand heeft nu wel een plaatje in beeld. Iemand heeft weer een ik doe het voor mij tatoeage en dit keer in mijn handschrift... Ik heb het even geschreven voor hem. Maar hoe bizar dat jouw handschrift gewoon op iemands arm staat. Echt heel heftig. Ik heb erbij gezegd, mijn handschrift is niet te lezen voor veel mensen. Het is wel heel leuk. Maar hij wil dat heel graag. Kian. Kian. Ik ga de ovenschotel met gnocchi maken en met tomatenblokjes. Italiaanse groenten gewoon lekker voorgesneden. En er zit ook nog pesto arrabbiata in. En dus... Normaal gesproken tonijn, maar nu is het plantaardige tonijn. Ik had op Instagram gevraagd of mensen het lekker vonden. En die zeiden allemaal dat ze het heel vies vonden. Dan kunnen we dit proeven. Ja, we moeten het wel even proeven dan. Maar ik denk als je het los eet, is het misschien... Als je het ergens in doet, is het misschien wel beter te doen. Maar als het echt heel normale goed is, tonijn kan je toch zo los? Ja, laten we het even proeven. Eng. Eng? Ja, ik heb nog nooit tonijn gegeten. Oh, ik doe even die gnocchi in. Ik heb nog nooit tonijn gegeten.
met mijn vega-ouders. Oh, dat is ook echt helemaal geen vis. Nee, mijn vader heel soms, volgens mij. En schaal die ook niet? Nee, ik heb ook nog steeds nog nooit oesters. Oh nee. Garnalen? Nee. En mosselen? Ook niet. Kunnen we allemaal proberen. Oké, en iemand zei, of heel veel mensen zeiden dat Garden Gourmet, heet dat zo? Die hebben ook een vega-tonijn uit een potje. Die schijnt wel lekker te zijn. Ik ben benieuwd of Kai dit lust. Ja, want sommige mensen zeiden het is net kattenvoer. Ik zeg, ja, maar tonijn is net kattenvoer. Dus dat is goed. Het ziet er ook echt uit als kattenvoer. Oh, het ruikt ook een beetje naar kattenvoer. Dat vind ik altijd heel lekker. Een beetje, maar dan iets meliger. Jij vindt dat lekker ruiken? Ja. Het ruikt een beetje melig. Maar ik denk dus dat het los misschien wel echt viezer is dan ergens in. Het ziet er echt wel goed uit. Vind je? Nou, ik bedoel echt als tonijn. Oh, ik vind het een beetje eng. Oh. Ja. Een beetje graanachtig. Ja, maar ook wel vissig. Ja? Ik kan het er ook uitlaten. Nee, dat hoeft niet. Nee? Ja, als je het echt... Het is te vissig. Ja, maar misschien in het geheel. Ja. Kan het wel aan. Geeft wel wat opvulling. Maar lijkt het op tonijn? De smaak? Totaal niet. Oh, echt? Nee, ik vind het echt naar graan smaken. Een soort cornflakes, een soort natte cornflakes. Ze hebben meer de look nagemaakt dan de smaak. Maar het is wel een beetje zo zeeachtig. Ja? Ja, ah. Het is tarwe eiwit. Ik ben benieuwd naar het geheel. Dat wordt vast lekker. Ja, jij hoort een blikje en je denkt, tonijn. Maar nee. Normaal krijg je altijd wel een stukje. Oh, lekker. Oh, dat gaat er wel in. Zo. Ik hoop dat er ook in blijft, maar vingers worden afgelikt. Nou, toch die vissige smaak. Ja, zo, een compliment voor de prinses. Ja. Dat is lekker. Is het lekker, prinses? Hier nog een stukje. Prinses. Huh? Hij eet ook plantaardige yoghurt en zo. Dus oh, hij heeft het allemaal niet door. Hij is gewoon te hongerig, denk ik. Oh ja, maar hij eet ook brood en zo. Ja, als er suiker in zit. Oh ja, houdt heel erg van zoet. Misschien zit er wel suiker in. Wat hij van zoet houdt, scheelt hij. Ja, heeft een halve appeltaart verorberd. Ja. Zal ik proeven? Ja, graag. Dat is wel heet, denk ik. Mmm. Zo. Lekker? Heel lekker. Dat is wat je had voorgesteld toen je de vlog zag. Nee, lekkerder, denk ik. Ja. Echt lekker. Zo, die gnocchi is ook lekker knapperig. Sommige zijn toch een beetje zompig. Maar is ook wel lekker. Oh, ik vind het echt heel lekker. Nou ja. Maar proef je nu heel erg die tonijn? Nee. Nou, hij proeft het een beetje. Maar heb je zoiets van, ik had het dan net zo goed kunnen weglaten? Ja, maar het geeft wel nog een beetje een soort sausachtige textuur. Ja. Dus dan zou je misschien ook wel vega gehakt of, ja, wat heb je nog meer, bonen of kikkererwten of zoiets kunnen doen. Ja, gewoon dat nog een... Nou ja, lekker. Zo lekker. Ja, ik vond het ook lekker. Het is echt heerlijk. Miste je niet de echte tonijn? Ja, dat geeft misschien nog net even een extraatje. Maar de smaak van een tomaat is ook een... Ook, ja, is ook gewoon heel lekker. En er zit pesto in, dus het is, er valt genoeg te proeven. De tonijnen zijn je dankbaar. Ja, precies. Ja. Ik heb eens zo iemand op Instagram die altijd als ik iets met vlees of vis eet, begint over kadavers. Ja, nou, lekker hè, zo'n kadaver. En nu ook weer, met dat blikje tonijn wat ik liet zien. Van, nou, beter dan een kadaver. Wat raar. Iemand die je niet kent. Nou, niet persoonlijk, nee. Dat zou ik nou nooit zeggen. Ik zou zeggen, geniet van je kadaver. Ja, je bedankt hem wel namens de... Ik bedoel... Ja, oké, namens de tonijnen, maar kadaver. Nee, is wel iets minder. Ja, is iets minder. Jij gaat wel lekker naar huis rijden. Chaisen. Oh ja, hoe hard mag je dan? 120. Zo, daar heb ik nog nooit gereden. Oh, ik heb een keer 140 gereden. Mocht dat? Nee, het was in Frankrijk, toen mocht je 130. Oh. Toen reed ik 140 heel even. Zo. Dat was zo leuk. Ja? Ja. Alsof je vliegt. Coureur worden.
Tuurlijk. Van rijangst naar coureur binnen anderhalf jaar. Jij ook binnenkort. Binnenkort. Oh ja, mag je dus niet appen morgenochtend? Wel, mag wel. Ik voel me wel vereerd dat ik een van de weinige mensen op de wereld ben die weet dat je morgen examen doet. Ja. Ik geloof niet dat ik het aan iemand anders heb verteld. Ja, aan deze mensen. Maar ik kwam ook speciaal vandaag langs om je een beetje af te leiden. Ja, ze heeft goed gewerkt. Oh, fijn. Ik heb er eigenlijk bijna niet aan gedacht. Oh, misschien moeten we er dan nu ook over ophouden, zodat je goed slaapt. La 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 la. Ja, okay. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, zoals Jesse zou zeggen. De vlog is nog niet afgelopen hoor, maar over de volgende keer gesproken. Volgende week ben ik er dus even niet. Ik heb even een weekje vlogvrij. Maar mocht je me te erg missen, er komt wel gewoon een podcast voor Team Kijk Maar Even. Dus word lid! En ik sluit deze avond af met twee heerlijke stukjes baklava. Die had ik gekocht als dessert, maar we hadden allebei zoveel gegeten van die gnocchi dat het kon er niet meer bij. Volgens mij is die heel lekker sappig. Stroom langs mijn kin. Het was heel erg gezellig met Bonnie. Ik vind het zo leuk dat ze gewoon in de auto stapt, een uur gaat rijden en dan komt ze hier naartoe. Terwijl, ja, we hebben eigenlijk niet echt iets te doen, maar we zijn gewoon de hele dag aan het kletsen. Ja, ik vind het echt heel gezellig. Hopelijk kan ik binnenkort ook in een auto stappen en naar Rotterdam toe rijden om te kletsen. We gaan het zien morgen. Ik twijfel nog of ik ga vloggen morgen. Want ik wil eigenlijk gewoon helemaal niks anders aan mijn hoofd hebben dan dat fucking examen. Maar ik ga het jullie uiteraard sowieso laten weten of ik nou slaag of zak. Het zij zo. Als ik zak, dan mag ik het over ongeveer 2 maanden nog een keer proberen. Maar ja, moet ik wel weer lessen nemen. Volgens mij zit er wel 1 gratis herkansing in mijn pakket. Dat is zo lang geleden. Het is letterlijk 1 jaar geleden. 1 maart ben ik volgens mij ongeveer begonnen met mijn lessen. Het zou heerlijk zijn om het af te sluiten. Ik heb nog allemaal video's zitten kijken over de meest gemaakte fouten tijdens rijexamen. Maar ik werd er eigenlijk alleen maar nog zenuwachtig van. Ik voelde echt zo koek, koek, koek mijn hart gaan. Dus ik weet niet hoe dat morgen moet zijn. Maar ja, ik denk dat ik lekker ga slapen, want ik ben doodmoe. En ik ga nu nog even aflevering 6 van Curb Your Enthusiasm kijken. Het nieuwe seizoen is echt weer ongelooflijk geestig. Maar ik spreek jullie na mijn examen. Dankjewel voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Ik zeg het niet vaak, maar het zou heel leuk zijn. Kijk maar even. Doei! Dit, oh, je hoofd is niet in beeld. Oh.